ben Robin van Autoschool en vandaag neem ik jullie een dagje mee naar de lenteschool op de Theater HVWO hier in Rotterdam. Het is nu de tweede week van de meivakantie en de leerlingen werken hier van maandag tot en met vrijdag iedere dag aan twee vakken die zij lastig vinden. Na de meivakantie hebben ze een belangrijke toets, dus het is een hele mooie kans om hun cijfers voor die vakken op te halen. De leerlingen werken in kleine groepjes samen met een begeleider in een lokaal en de begeleider kan ze helpen met inhoudelijke vragen, plannen, dus ze maken aan het begin van de week een weekplanning en iedere dag een planning van de dag en een stukje leren. We stimuleren de leerlingen om heel actief met de stof aan de slag te gaan, dus veel oefenen of bijvoorbeeld het maken van een samenvatting. Het is nu woensdag, dus na vandaag zijn de leerlingen op de helft. Ik heb vandaag voor Eco heb ik met BTW en over allemaal dat soort dingen, over hoofdstuk 4 heb ik heel veel dingen gedaan. Engels, vooral woordjes stampen en grammatica, daar heb ik een beetje moeite mee gehad. En wat meer voor toets heb ik even herhaald oefeningen voor gemaakt. Het is heel goed geregeld, ook met al die boekjes en hoe je nou voor jezelf het beste kan leren. Wat ik leuk vind aan de lenteschool is dat het leerlingen zijn die nu net niet overgaan en met de hulp van deze lenteschool wel overgaan en dus gewoon doorgaan naar het volgende jaar. Zo, het zit er weer op voor vandaag. De kinderen hebben echt super hard gewerkt en zijn nu lekker naar huis. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en wie weet tot de volgende keer. Doei!